Hey, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ben, as you can see, in de auto met Emmetje. Hoi. Emmy. Ja, zoals jullie net hebben gezien, ik was vergeten de intro te filmen. Dus waar deze de intro, een beetje raar begin. Maar ik was dus net bij een Alpro brunch. De brunch van Alpro is misschien beter. En het is echt heel erg leuk. Ik ben dus nu voor een jaar ambassadeur van Alpro. En I'm fucking excited, because I'm obsessed met Alpro. Ja, past echt zoals bij, jullie ja. weten. Ja. En het was zo lekker. Oh mijn god. Het was Pluk zo is leuk, hè? Ja. Ik was nog nooit bij Pluk geweest. Het was echt heel cute. Pluk Amsterdam is echt leuk. Ja. Wij gaan nu naar Rotterdam. Tum, tum, tum. Dus we gaan kijken wat we gaan vinden. Ik ben er nog nooit geweest. En mee wel. Het is gewoon een rattenplan. Ja. Maar ik hou van rattenplan. En opnieuw en co. Ik weet trouwens niet wat mijn fave is. Ik denk opnieuw en co. Want daar slaag ik wel. Altijd? Altijd. Ja. Rattenplan trouwens ook. Dus... ja, ik vind rattenplan gewoon altijd wel zo fijn. Omdat ze gewoon altijd wel een goed aanbod hebben. Ze hebben veel. Ze hebben veel. Maar de laatste tijd, en daar hebben wij ook zelf voor gezorgd. Kringlopen is gewoon populair geworden. Dus de prijzen gaan omhoog. Ja, wij dragen hier dus aan mee, hè? Ja. Wij maken kringlopen ook nog meer populair. Maar ja. Maar soms is rattenplan wel, vind ik, soms belachelijk. Met, dan vragen ze voor een bepaald iets dan opeens 20 euro. Dat ja, denk ik echt mind. Dan denk ik echt... het moet geen episode gaan worden, weet je wel. Het blijft natuurlijk een kringloop. Oh ja, ja. Heb ik het gevonden als de grootste van Europa. Maar het kan inmiddels ook wel anders zijn. Want het is best wel een oude kringloop. Ja. Het zit er al een tijdje. Ja, want die van Den Haag, weet je wel. Die, waar ik het laatst was. Vijf verdiepingen. Ja, die is... ja, die, vijf? Weet ik niet. Maar heel... 5000 meter, volgens mij. Nee, 5000 vierkante meter. Vierkante meter. 5000 meter. 5000 vierkante meter of zo. Nou ja, correct me if we're wrong. Ik weet het even niet meer. Nee, ja. Maar ik zal sowieso... oh ja, dit wil ik nog even zeggen. Ik krijg altijd vragen in welke kringloop we zijn. Maar ik zet het echt altijd in de beschrijving. Dus je hoeft het niet te vragen. Kijk in de beschrijving. En ik zeg het vaak ook wel. Maar soms vergeet ik het. Maar het staat dus altijd in de beschrijving. Mocht dit is je... de Generatorstraat. Generator. Isolatorweg in de Raadstraat. Nou, als je in Amsterdam bent, dan weet je het. Dan weet je het. Maar voor de niet-Amsterdammers, dan weet je het ook. Maar ik zal het sowieso hieronder zetten. En dit was mijn vet lange intro. Maar we gaan. Hey, colorful. Ja, leuk. Zo chill. Het begin ook. Oh. Ja, oké, doen we dan. Oké. We gaan echt gelijk opslaan, schat. Zon schijnt. Heerlijk. We lopen gewoon zonder jas. Het is wel pissie fris, maar... summer is coming. Oh, sport. Oh, heel zielig. Spierpijn, alles. Ik ga denk ik ook vanavond. You inspire me. Gisteravond en vanmorgen. Dus er zit zo weinig tijd tussen. Dus toen zei die en squatten. Dus ik ging... ah! Huilen gewoon. Oh. Oh. Is je breed of niet? Maar hij is een beetje gek of zo. Nee. Ja, goede poging, maar nee. Ze zijn hier met zijn brillen. Dat heb ik nog nooit gezien in kringloop. Is dat een leesbril? Flikker. Dit lijkt op jouw bril, die je had. Mijn vorige bril, ja. Ja, die pilootbril. Ik kan even zeggen. Oh, oké. Nou. Eigenlijk staat het wel. Is het een leesbril? Ja. Dan zie je wat meer, want jij hebt natuurlijk nou, sterk. Ja, ik ook. Maar dat is wel een dit lijkt tip. Letterlijk op mijn bril. Ja, kijk. Ik zie niks. Het is echt leuk. Ja, maar ik zie scheef. Maar het is wel een goede tip. Want als je dit bijvoorbeeld deze meeneemt op Chen en glazen laat zetten, heb je een hele cheap bril. Kun je gewoon glazen laten zetten? Ja, zeker weten. Een vriendin van mij die had echt zo'n evenredig zonnebril. Daar heeft ze een gewone bril van gemaakt. Oh. Dat is echt zeker. Oh, dat staat wel leuk. Maar ik vind het model niet zo heel. Nee, dat is niet bijzonder. Maar de glazen zijn ook een beetje beschadigd. Maar ook van deze zonnebril kan je een gewone bril maken, dus. Ja. Ja. Ik heb een bril nodig. Ik heb er 10. Nee, grapje. Weet je nog, vorige zomer, toen kocht je echt elke keer een zonnebril. Ja, maar het was meer... waren allemaal leuk. Ja, maar het was meer fashionbril. Ja, yes, ja. Het was meer fashionbril dan een echt zonnebril. Ja. We zijn er. Ik heb echt niks nodig. Dus... we gaan lekker een beetje kijken. We gaan gewoon lekker kijken, want
En meestal ook eigenlijk niks nodig. Nee. Dit is zo cute, dit. Ja. Het is toch leuk om te hebben als je mensen over hebt, dan heb je echt zo'n set. Het is toch cute? Ja. Ja, man. Ja. Heb je ooit zoveel koppen gezien? Oh my god, oeh. Deze is mooi. Hoe zijn ze hier? 50 cent. Oh, ik denk, ik hoor echt zo in de room. Kijk hoe leuk deze zijn. Oh, cute. Dat deze zie je nooit met een oortje, hè? Nee. Maar die zijn zo klein vergeleken met de andere. Vind ik echt leuk. Ik heb ook wel een leuk kleurtje. Voor de koffie. Oh, ik heb nog nooit zoveel kopjes gezien, hoor. Wat heb je nooit gezien? Zoveel kopjes bij mijn kringloop. Dat is veel, hè? Want normaal zitten van die gaten in, weet je wel. Niet in de kopjes, ja, maar in de... Naar... Ja. Oeh, en oh mijn god. Die zijn echt heel leuk. Maar jij drinkt ook geen koffie, hè? Nee, maar Chico drinkt wel cappuccino. Nou, dit is wel meer espresso. Shit, ik bedoelde espresso. Oh, ja. Oh, Romane. Ze zijn maar 50 cent. Ik koop ze wel voor, joh. Cadeautje. Cadeautje. Oh ja, als je denkt van, wat is er met je nagels gebeurd? Ja. Nou, no comment. Ik zei net tegen Emmy van, ik heb natuurlijk altijd acrylnagels. En nu lijkt het een 5-year-old. Kijk als je het ziet. Zie je het op camera? Ik denk het niet. Kijk, of misschien deze. Ik was wel met die netnagels. Echt zo mooi. Kijk dan. Mijn hand is natuurlijk hetzelfde gebleven, maar het is gewoon... Maar hoeveel jaar achter elkaar had je acrylnagels? 2 jaar? Ja, ongeveer 2 jaar. Oh, het lijkt veel langer. Ja, ik had daarvoor wel eens, maar nu was het verslaving. Ik had elke maand. Als je ziet hoe mijn nagels eruit zien daarna, I'm sorry. Kan je niet nog zeggen waarom ze eraf zijn? Want je hebt zonder reden eraf gehaald. Ik ben echt scherp vandaag. Ik merk het al. Alleen vandaag? Ik doe natuurlijk de... Ik doe natuurlijk de therapeutische kindercoachopleiding. En vanaf april bij praktijkdagen met massages en zo. En dan kan je natuurlijk niet met vet lange acrylnagels zitten, dus... Helaas. Oh, ik heb die handjes. Nee. Het is wel echt een grote kringloop, hoor. Op zich wel leuk of zoals geel, maar misschien ook een beetje viezig. Nee, ik vind hem juist mooi. Ik vind het wel leuk. Maar ik weet niet. Wat is dit mee? Is het nou, zit er wat in? Nee. Oh, oké, okay, nou. Waar is het voor? Voor de kat? Ja, ik weet niet. Paté. Oh. En mee, ik moet weg. Laten we gaan. Oh, nee, nee. Heel cute. Ik kan niet. Zo leuk deze. Oh, die is leuk, ja. Heel leuk. Maar... Niet nodig? Dit, nee, maar niks. Ik heb niks nodig. Kijk, cute. Ik kan niet. Oh my god, jongens. Deze mee. Oh, die zijn leuk. Ja, ze zijn ook... Wel een beetje vies. Oh, oké, okay, nee, deze is... Oh. Heel leuk. Ik wil trouwens nog even iets zeggen. Ik zei in mijn vorige video... van, dit zijn van die mini placemats voor mijn breakfast. Maar het zijn sushi rollers. Oh. Weet je wel, om sushi mee te rollen. Maar ik gebruik ze gewoon als breakfast... placement met van die kleine borden. Maar mensen zeiden het in de comments, dus vandaar dat ik het nog even wil wijzen. Ik heb eentje. Oh, dat is echt cute. Oh, die zijn mooi. Je kan je zo'n pokeballs gaan maken. Ja, deze. Oh, maar deze vind ik echt leuk. Ik heb deze nog nooit gezien. Nou, jij wel? Op Bali hadden ze dit soort dingen. Die worden met de hand helemaal gemaakt. Echt? Die zie je ook hier zo. 1,75. Made in the Philippines. Handmade. Ja, op Bali vroegen ze er, maar wel een beetje tweede gedeelte, vroegen ze er 10 euro voor. Heb ik niet gedaan. Deze zijn wel echt leuk, hè? Ik vind ze echt heel leuk. Maar zie je het ook? Tuurlijk. Oh ja, dit zie je natuurlijk. Ja, tuurlijk. Echt leuk. En we gaan weer. Oh, wow. Den Haag, die stoelen. Je had ze. Jij hebt daar echt een lifetime gewoon spijt van. Ja, want ik had toen, hoe lang heb
heb op die stoelen gezeten, echt 20 minuten. En ik dacht, ik moet het wel meenemen. Ja. En hoe lang is het geleden? Een jaar? En je hebt nog steeds, zeg je het. En nog steeds zeg je het. Maar ik heb ze ook nooit meer gezien. Nee. Want ik kijk wel voor jou. Maar dan heb ik er één, weet je wel. Ja, maar dat was echt een set. Oh. Maar waren het er niet drie? Jawel, maar ik wilde dus drie in de bank. Eén stoel is 22,50. Die stoel. Oh, dat is wel duur. Ik bedoel, het zijn mooie stoelen hoor. Ja, dat, maar ik vind deze zijn wel mooi, ja. Het zit ook wel lekker, maar 22,50 per stoel. Dat is net als een beetje, nou ja, als je bij Leen Bakker of Quanten, dan zijn ze €40 per stoel. Ja, en dit zal natuurlijk wel een bepaalde kwaliteit kunnen zijn, echt waar. Maar voorheen was dit gewoon niet zo duur, denk ik. Ze zijn wel echt nog mooi. Ja, daarom. Het ziet niet vies uit. Dus het is niet te veel geld, maar het is wel meer geworden in de loop der jaren. Ja. Wat is er met die speaker? Oh, die stoel is mooi. Die. Dat is ook leuk in een woonkamer en dan één stoel, weet je wel. Nou, het zit misschien niet zo lekker, maar... Wauw, zonder het... Oh. Mooi. Zitten. Hoeveel kost die dan? €20. Kijk hoe mooi mensen. Oh. Ik heb mezelf ingesloten. Maar ik durf nu niks te kopen, weet je. Want je weet niet hoe dan, als ik zou verhuizen, een appartement, hoe dat dan eruit gaat zien, weet je, in het appartement. Ik wil deze. Hij zit letterlijk oprecht fucking lekker. Oh. Nee, vind ik niet. Oh, vind ik wel. Ben je te lang daarvoor? Nee, hij zakt door. Je zit op dit hier, dit harder. Kijk, hij zakt door. En hij is ook stuk. Oh, echt? Kijk, hij zakt door. Oh. Daarom zit het niet goed. Dit mag niet zo ver gaan eigenlijk. Jongens, zo mooi. Maar zie je, kijk, je wordt vaak worden mensen afgeleid omdat dat kussentje erop zat. En dan denk je, oh, lelijk. Maar kijk hoe mooi, zonder kussen. Kijk de andere vibe. De zon schijnt. Ja, zie je? Ja, dankjewel, Amy. Dankjewel, Amy. Voor de support. Wel leuk ingericht. Een mandje goud. En als je echt kan. Met een reden ook al, natuurlijk, heb ik gewoon super lang. Wauw. Deze is ook echt heel mooi. Kijk even, kijk op mijn scherm, hè. Wow. Nou, als jullie benieuwd zijn naar mijn outfit of the day. Dit is een blazer van Monkey. Dit t-shirt heb ik getrift. Deze tas is getrift. Deze broek is van Topshop, geloof ik. Deze zijn heel oud, van de Zara. Dus dat. Is van Leo misschien wel. Leo? Ja. Zoek ze een ronde. Nou, ik weet niet, maar ze zag laatst zo eentje in een soort van versiones. Dat vind ik leuk. En nu is ik dit. Ja, deze is ook wel leuk. Ik mag echt niet meer van mezelf kijken bij de boeken. Maar ik doe het toch. Filosofie. Ik kijk wel even voor je. Nee. Kom steeds dichterbij. Lichaam en geest, spiritualiteit. Kut. En mee. En mij is echt een good friend. Go. Wacht even. Heel anders. Jongens, ik kan niet wachten tot de zomer. Wauw. Weer jurkjes dragen. Ik moet nog op mijn kanaal de Ugly Thrift Store Challenge doen, eigenlijk. Dus deze had je voor mij uitgekozen? Ja. Oh, okay, ik doe niet mee. Godverdomme en mee! Oh shit, dat komt wel leuk. Hé, dit is een badpak. Oh, die is echt leuk. Oeh, oh. Mooie rug. Die is leuk. Die is leuk hè, bij de maat. Weet je. Mooi man. Heel mooi, echt zo... En die rug ook leuk. Beetje Coco Chanel. Oh wauw. Oh, als hij niet geprijsd is, krijg je het meestal niet mee. 1,95. Passen. Hoppatee. Welk maatje is het? Ik weet niet of je het past. Ik niet. Jij wel. Tons hoor. Nice hè? Wat villa. Hoeveel is die?
beetje helemaal de strik op de riem. Ik krijg een beetje 2007 vibes. Ik zag hem niet. Nee, maar ja, ook gewoon, ik vind heel de fit hoor. En je schouders, zeg maar. Ik heb dus nog nooit schoenen gevonden in de kringloop. Die mij... Eén keer, ja. Maar ik dus nog nooit... Ik had wel een keer met Emee ook mooie gevonden. Dat is bij de date night outfit. Alleen die waren te groot. Ook apart dit. Hoe zit dit? Hm? Hoe zit dit? Oh, dat is gewoon zo. Dat is echt oldschool ook. Hè? Heel leuk. Dit is niet 36. Dat is wel cool. Ik ga ze even passen. Ik weet er niet hoe het staat. Maar ik durf niet met mijn blote voet erin. Ik doe ook niet. Oké. Okay. Take a walk on the wild side. Doe je zoek uit. Take a walk. Alle. Ook met die outfit hoor. Ja. Ze zit zo lekker. Of is het niet te oudbollig? Nee, want je maakt ze toch niet, zeg maar, je de-oudbolligt ze door je outfit. Zeg maar even, want Colbert maakt natuurlijk even met... Oh, dit is... Oh, Ro, loop even naar de spiegel. Oh. Het is echt een vibe. Het is echt een vibe. Ik had niet verwacht. Jij? Jawel. Maar ik vind dat juist, zeg maar, met zo'n tee, zo oversized, en dan met zo'n mom jeans en dan dit, vind ik echt... Ja, het is heel leuk. Echt, het loopt echt lekker. Het is niet te hoog. Ja, omdat het natuurlijk voetbest erin. Niet te hoog. Oh, dat je nog nooit schoenen had gekocht in Kringlo. En dan bruine tas erbij. Hoeveel zijn ze eigenlijk? 8,50. Nou, prima. Ja, maar ja, kijk hoe mooi. Het is, het is ook Suedine volgens mij. Ja, het stond in. Of wel zit die ander? Paul Green. Echt leder. Oh, nice. Ik vind ze mooi. Vindt u ze mooi staan? Ja, er zijn er bijna 150 zulke. Oh echt? Nou, wat een stiel. Ik heb die schoenen, ik heb die merk, maar ze zijn heel duur. Oh, wat is het merk? Ik heb je dus voor 140 euro eraf, hè? Zo moet je tellen. Oh ja. Tenminste, als je de volle prijs hebt. Ja, dat is wel. Ja, de volle prijs is dat, hè? Ja. Ze zit ook echt heel lekker, hè? Ik ben verliefd. Het staat heel leuk, Ro. You look pretty. Thanks, girl. Je hebt mij toch niet gefilmd, hè? Nee hoor. Nee. Heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Heel benieuwd. Nou, ze gaan mee. Ze zijn ook echt nog helemaal nieuw. Ja. Nou, en door, hè? En mee en ik zien echt al voor de derde keer nu fans. Deze zijn 19 euro. Deze. Oh my god. Mannenkleding, yay, onze fave. Ja, dit zijn, deze zijn allebei echt mooi. Ik ga de badpak nog even passen. Ik heb helemaal geen zin, maar... De influencer in nature, in natural habitat. Why? Te enthousiast. Oké, ik ben benieuwd. Wie herkent dat je geen zin hebt om te passen? Raise your hand. Ik heb het badpak aan. Hij is mooi. Hij past helemaal. Ik heb natuurlijk mijn BH nog en zo aan. Dit maakt het wel heel chic. Heel gek met ketting. Hij is maar 1,95, dus gaat mee. Klaar met passen. Ik vind het echt een heel leuk kringloop. Je vindt het toch wel pareltjes. She's ready. Even air. Oké, we gaan nu naar de tweede kringloop. En dat is ook een rattenplan. En dat is ook in West. Look. We here. We zijn er. Deze is wel echt een stukje anders. Beetje verouderd of zo. Maar dat zegt niks. We weten niet of we echt iets gaan vinden hier. Ik ben altijd een beetje moe of zo. Het was een beetje die energy. Tip van mij: hang je items aan je tas. Dan heb je je handen vrij als je geen camera hebt. En kijk hoe mooi deze is. Maar welke kleur is dit? Taupe. Ik weet het niet. Wauw. Mooi. Heel mooi rood. Maar welke kleur? Ik zie niet. Het is het licht in ieder geval. Ja, wel een beetje taupe. Ik ben in het pashokje en... En is het daar.
Hoppatee. Ik heb dus deze knit dress voor €5,50. Deze, oh, daar gaat de knit dress. Deze hier, daar ben ik heel benieuwd naar. Die is €4,95. Dit jurkje ben ik ook benieuwd, maar ik denk dat die te veel shined, maar ik ben gewoon echt benieuwd. Die is, ik weet het even niet, €4,95. Deze trui, die is €2,95, maar hij is ook wel een beetje, ik denk dat hij een beetje zijn beste tijd wel heeft gehad, maar ik wil toch nog passen. En dan de broek, daar ben ik ook super benieuwd naar. En die is... €4,50. Hij staat wel, de kleur staat wel mooi. Ja, bij je haarkleur. Ja. I like it. Maar als hij, niet leuk hij voelt een beetje gek. Ik weet niet of het... Snap je de vibe? Hij voelt een beetje... Maar het lijkt wel alsof er gewoon geen wind doorheen gaat of zo. Nee. Goede. Ja, dat wel. Ja, behalve hier. Grappig. Ja, wel leuk. Maar ik moet wel zeggen, het valt wel een beetje op dat hij inderdaad een beetje gewoon echt... Hij is gewoon gewassen, is. Ja. Ja. Kijk, als je echt van dichtbij... Hè? Je kan het allemaal met een mesje eraf halen. Ja, true. Maar kijk. Moet je kijken, joh. Mm-hmm. Je ziet het echt wel goed. Ja. De jurk aan. Maar hij is echt... veel te groot. Maar verder is hij wel heel erg mooi. Maar er zit dus een onderrok. Kijk, hier. Zie je dit? En die zie je dus in de split. Dat is toch jammer. Dat was leuk geweest, maar... nee. En May die gaat even de jurk passen. En ik heb de volgende alweer aan. Dit is hem. Ik vind hem echt heel mooi. Ik vind hem ook hier heel mooi. Hier sluit hij heel mooi aan. En dan met sneakertjes. Love it. Deze is heel leuk, hè? Blij mee. Deze ga ik meenemen, hoor. Hij zit ook echt super lekker. Zeker niet. Kijk, ik vond het glitter al best wel too much. Maar wat is dit? Kijk, maar wat is dit? Ik heb de broek aan. En I like it. Hij zit een beetje gek. Hij is natuurlijk niet gestreken. En M heeft net de pijpen omgeslagen. En kijk, dit is hem zeg maar zonder. Hij is niet super lang, maar ik vind het zeg maar net te lang of zo. Hij lijkt trouwens echt geel, maar hij is niet geel. Wel leuk, hè? Ja. Dit is eigenlijk hoe het er echt uitziet, mensen. En May en ik zitten bij zo'n leuke plek. Hoe heet het ook weer? IJver. Ja. En het leukste vind ik daar buiten nog. Ja, ja, als we weggaan. Maar ik vind dit ook echt een leuke vibe. En we gaan de vegan bitterballen bestellen. Ja, oh, en dit is heel benieuwd naar. Ik ook. Dit is van de NDSM Merkans van Noord. Ja. Nice. Is er nog iets? Qua eten? Qua vegan, vega. Maar nu, hè? We moeten nu zitten. Ja. Nu is het awkward, hè? Dit komt erin. We zijn eigenlijk geen vriendinnen. Nee. Gewoon nog voor de video. Oh. Leuke plekje, hè? Mm. Wat een beer ook vandaag. Ja. Maar waarom zou het ook? Ja. Wat is over jou, hoor? Oh, ik dacht dat er een vegan plek met jou. Oh. Ja. Ja. Lekker. Is dit een vegan bitterbal? Je ziet het ook dan. Ik vind fucking lekker. Lekker. Het lijkt op een echte bitterbal. Nee, ik vind niet. Nou? Een echte bitterbal zit draadjesvlees in. Ja, ja, maar ik bedoel de smaak. Heel lekker. Ik vind het ook heel lekker. Mm. Ik proef ook een lekker beetje ui. Mmm. Ik proef ook ui. Ja. Lekker man. Ja, heel lekker. En dan weet je dat. De vegan bitterballen zijn een succes. Mm. Dit is dus het buitengedeelte. So pretty. Maar het is hier wel een stuk frisser. Maar in de zomer lijkt het me echt leuk. En het is ook echt mooi voor foto's. As you can see. Het heet dus IJver Terrasbar. En ik heb mijn sjaaltje weer om, mijn jasje weer aan. Want we gaan weer naar huis. En ik moet in de spits. Dat vind ik wel minder. Nou, ik laat hem mee gewoon hier.
Weet je, ze moet Zico ophalen. Haar vriend. Maar ja. Arme Zico. Je hoofd is half. Maakt niet uit. Nee, het was super leuk. Ja, het was echt gezellig. Maar ook gewoon, wat het altijd leuker maakt als je naar de kringloop gaat, dat je dan zo goed slaagt. Dat ook wel. Maar ik vond het wel. Het was gewoon echt gezellig. Ja. Dat maakt het leuk. Goedemiddag, lieve mensen. Vandaag is een nieuwe dag. Ik ben zo blij, want de zon schijnt weer. En daarom heb ik nu mijn zonnebril op. En ik ga nu naar de bus, want ik ben een beetje laat. Dus, let's go, we gaan. Mijn bus is zo dichtbij. En toch... Ik ben reunited with this girly. Hi, ik zie niks. Wij zijn onderweg naar een vintage garage sale. Ja, letter sale. Ergens in Delfshaven. We lopen al iets van 10 minuten en echt als kip zonder koppen. Maar we zijn er. Margootje Vintage. Nou, we zijn benieuwd. We moeten hierheen. Nou, Jasna, ik volg jou hoor. Ja, oh, de hartjes volgen. Oeh, leuk. Ja. We zijn er. Nou, het is wel al een beetje leeg. Ja. Maar, God bless, you know. Jos, deze is wel cute. Toch? Maar, ja. Schattig. Heel cute, maar misschien te meisjesachtig. Ja. Maar misschien is al heel veel al weg. Ja. Zo mooi, hè? Ik vind het... Deze rok. Ik vind hem echt cute. Alleen die achterkant heeft hier zo'n... Nou ja, hij is maar 7 euro. We're late to the party. Not that early. Ik vind net deze jurk. Hij zit niet zo goed, maar het is een beetje een soort bruine print of zo. Oké, dit is de jurk. Ik vind het wel cool. Ik weet het niet. Mooi. Die print, ik vind die print gewoon heftig of zo. Maar op zich. Maar ja, als je nog een beetje bruin bent. Oké, ik had net deze rok aan. Ik bespaar jullie het beeld, want dit was echt dramatical. Dus deze niet. Maar deze. Wel. En hij is een tientje volgens mij. Ja. Toch? Sexy tijger jurk. Staat erop. Ja. Van 20 naar 10. Sexy tegen. Exotic. Got it. Jasna, wat vond je ervan? Ja, echt great. Echt. Ik vind deze trui echt super leuk. Deze vind ik echt heel leuk. Denk je dat ze die verkopen? Dit hè, vind ik gek. Maar dit is ook. Oh, dat vind ik cool. Met een mooie crewneck. Maar ja, ik ben altijd van de crewnecks. Obsessed. Yay. Oh my god. Dit is zo'n Japanse nieuwe winkel in Rotterdam. En het is zo cute. Jasna, wat vind je ervan? Ja, hè? Je hebt daar zo'n bubble tea bar. Wat? Een masker voor lippen. Oh ja. Huh? Wat is dit? Oh, maskpoel. Echt heel cute. Ja, hè? Dit zijn paskamers. Oh my god, hoe leuk. I know.
We zijn sushi aan het bestellen. Ja. Because it's a sushi kind of night. Because we like sushi. En we gaan lekker film kijken. Lekker chill. En we gingen net boodschappen doen. En toen zagen we deze. Pop veggie crisp. Sea salt. Peas. Beets en chickpeas. Dus die gaan we straks voor jullie testen. Deze kan je bij de Jumbo halen. Romane is haar bed aan het opmaken. Zo doet ze dit. Oh, Jossa, zo fijn. Are you tired, my friend? Zeg maar doei. Doei. Ga slapen. We gaan zo meteen sushi eten. Sushi! Welkom bij mijn sushi hall mukbang. Oeh! Dit is hier komkommer. We hebben loempia's. Cocktailsaus. Oh. En. Ben je erbij? Tada! Sushi! Oh. Ik heb nigiri tamago, maki komkommer. Inside out of California, inside out maki gefrituurde kip. Voor jou. Yes. En tofu zakje. Dus. We gaan Married at First Sight kijken. Ik heb hem al helemaal afgekeken, maar Jas nog niet. Het is ook echt een shorty, hè? Ja, wat heeft hij ook aan? Haren uit zijn oor. Oren uit zijn haar! Zij wil echt een man. Ja. Toen ze dat zei, dacht ik echt wel... Ja, nee. Vind je het lekker? Oh my god, dit is... Wow. Dit is zo lekker! Zij toch? Mmm. Thank you.